Wij gaan door in ons programma van de COP afvalwaterprognoses met een ander kijkje, met een nieuwe partner. CBS is al een aantal keer genoemd vandaag in de eerdere presentaties. Belangrijke bron, maar ook volop bezig met prognoses en water. Jeldrik Bakker gaat ons meenemen. Jeldrik zit sinds kort ook in het kernteam van deze COP, dus dat is hartstikke leuk. Daarmee maken we de verbinding nog intensiever. We doen ook in die zin een project samen, zal misschien op ingegaan worden, maar CBS doet ook zelfstandig heel veel waterstatistiek. En daar neemt Jeldrik ons in mee. Hij heeft vooraf gezegd dat vragen tussendoor welkom zijn. Gezien jullie activiteit vandaag met vragen, dat zit helemaal goed. Jeldrik gaat er zelf voor waken en ik help daarmee natuurlijk als er te veel vragen is en het verhaal komt niet meer helemaal over. Dan gaan we iets terugschakelen in de vragenlast of lust. Maar vragen raak, zou ik zeggen. Graag jullie aandacht voor Jeldrik Bakker. Dankjewel. Ja, vandaag ga ik een beetje vertellen over mijn hobby. Beeldhouden en sudokus maken. En dat komt perfect terug hier. Eigenlijk hebben we hier een heel mooi verhaal. Waarmee we gaan vertellen van hoe we nou in een hele korte tijd, zo snel mogelijk, van met beeldhouden tot een Picasso-achtig vormpje komen. Tot misschien een Michelangelo. Laten we hopen dat we zover kunnen komen. Of misschien wordt het gewoon een vaag iets waarvan je denkt van nou, volgens mij herken ik een gezicht erin. Waar hebben we het nou eigenlijk over? En wat willen we nou eigenlijk weten? We willen eigenlijk weten van hoeveel water gebruiken mensen nou in Nederland? Hoeveel water gebruiken bedrijven nou in Nederland? En als je dan naar tabelletjes kijkt, bij het CBS houden we van tabelletjes. Dan kan je kijken naar aan de linkerkant. Dat zijn inschattingen die gemaakt worden van hoeveel water gebruikt bijvoorbeeld een hotel per uur, per bed. Dat is de leidraad die momenteel gebruikt wordt. En aan de andere kant, bij het CBS, maken we ook cijfers over water die gebruikt wordt. Maar dan op een veel hoger niveau, waarvan je zegt van nou, de landbouw heeft zoveel grondwater of zoveel drinkwater gebruikt in een heel jaar. Nou, probeer die maar eens een keer in elkaar te puzzelen. Nou, dat zijn we gaan doen. Dus we willen kijken of we op een datagedreven manier real-time kunnen zeggen van nou, hoeveel water wordt er nou gebruikt voor alle losse componenten. En omdat dat best wel een grote ingewikkelde vraag is, dachten we nou, laten we de vraag iets simpeler maken. Laten we eerst niet kijken naar heel Nederland, maar omdat we Mark heel aardig vinden, alleen naar Noord-Holland. En laten we niet kijken naar elke dag of elk uur, maar laten we eerst kijken per jaar. En om het nog simpeler te houden, laten we eerst gewoon eens kijken van hoe kunnen we de berekening maken van wat er in de rioleringen komt en hoe fout is het toch tot water zelf, drinkwater. Dus uiteindelijk is het doel sneller, beter en accurater. Maar we beginnen bij het tegenovergestelde. Eens even kijken. Onze eerste fase was dus om het simpel te houden, zeggen van we hebben alleen maar drie bronnen. We hebben de informatie uit Z-info, waar de debietmetingen zijn, waardoor je dus elke twee minuten staat het erin. Wij hebben het makkelijker gehouden en zegt van, we hebben alle metingen per dag. Daarnaast hebben we natuurlijk kaartjes, want je moet weten van waar binnen dat gebied zit. Mark heeft deze hele mooie plaatjes gemaakt en die heb ik stiekem geleend. Dus hier hebben we de laatste paar jaren aan gewerkt om bij jullie allemaal uit te vragen van oké, hoe zitten de grenzen van alle gebieden nou in elkaar? En kunnen wij op de een of andere manier dat bij elkaar krijgen? En dat wordt op een gegeven moment heel erg gedetailleerd, waarmee je precies kan zien waar alle rioleringen zitten. En op dat niveau willen we graag naartoe gaan, maar laten we bij het begin beginnen bij de wat grotere gebiedjes. Dus als je naar puur en alleen de RWZI-gebieden kijkt in Noord-Holland, je weet het vast wel uit je hoofd hoeveel het zijn. 15. Dus neem water net bij, dan zit je rond de 20, misschien net erboven. Nou ja, die gebiedjes heb je. En daarnaast hebben we natuurlijk neerslag.
We kunnen het heel ingewikkeld gaan maken door radarbeelden te gebruiken, door ingewikkelde modellen te maken. Maar ons idee was, laten we gewoon zo snel mogelijk van niks naar een beetje komen en daarna gaan we verder bijschaven. Oftewel, we hebben het standbeeld en de grote brokken, die slaan we er alvast af, zodat het een beetje de vorm krijgt die we willen. Dus, dat hebben we bij KNMI-gegevens ook gedaan. Je hebt een neerslag. En het eerste wat je doet, de bit en neerslag, lijkt dat op het oog een beetje op hetzelfde. Je ziet piekjes bij de bit, je ziet piekjes bij de neerslag. Oké, daar zit een correlatie tussen. Of het hetzelfde is, vast niet, want er zijn andere componenten. Nou, omdat als metoloog hou je van formules, dus niet. Maar soms is het makkelijk om uit te leggen. Wat we eigenlijk gedaan hebben, we hebben gekeken naar Noord-Holland. Alle neerslagstations die je hebt, dus alle neerslag, hebben we gewoon op één grote hoop gegooid. Allemaal bij elkaar opgeteld, dat je per dag het aantal millimeter hebt wat bij alle neerslagstations bij elkaar is. Het maakt ons nog niet uit om het helemaal precies te krijgen. Hier heb je een grove indicatie en dat rekent een stuk makkelijker. En wat je dan wil voorspellen is de hoeveelheid water die gebruikt is, is dan de som van de neerslag plus wat gebruikt is. Zeg ik dat nou goed? De debiet wat je ziet in het riool is dus wat gebruikt is plus de neerslag. Dat zeg ik beter zo. En dat verschilt per rioolzuiveringsinstallatie. Bij sommige installaties is het natuurlijk heel groot. Er komt heel veel doorheen. En sommige zijn veel kleiner. Dus daar wil je in je modellen mee rekening houden. Het meest basale model wat je hebt, die hebben we toegepast. En uiteindelijk denk je van nou, laten we de extreme pieken er ook nog uitfilteren. Daar hebben we hieronder iets neergezet. Maar dat is eigenlijk niet het belangrijkste. Als je dan links kijkt, dan zie je eigenlijk twee lijntjes. De bovenste lijn is de blauwe lijn op basis van puur en alleen het debiet over het jaar heen. En de rode lijn, moet even kijken welke kleur we hadden gegeven, dat is onze eerste correctie. Als je het helemaal perfect zou corrigeren, dan zou je richting een horizontale lijn gaan, omdat als het niet regent, is normaal gesproken wat in het riool komt ongeveer elke dag hetzelfde. Dus grofweg op het oog hebben we ongeveer de helft uitgefilterd met deze hele snelle stap. We hebben er veel van geleerd. En het belangrijkste wat je leert is dat je een betere correctie waarschijnlijk in je model moet gaan stoppen. Maar wij kunnen dat helemaal zelf gaan uitproberen natuurlijk. Maar jullie hebben daar allemaal al heel veel mee gerekend. Dus uiteindelijk is de volgende stap om juist de dingen die bijvoorbeeld in de WWB neerslagdata zitten, om die te gebruiken. En om gebruik te maken van de tool rioolvreemd water. Nou, dat is dus een belangrijke stap. Maar we hebben dan in ieder geval iets waar we mee verder kunnen rekenen. Dus uiteindelijk krijg je hier ook cijfertjes uit. Daar moet je nu nog niet van uitgaan. Maar het is gewoon een eerste stap zodat je een idee krijgt van waar het heen kan gaan. Volgende, waar we eigenlijk in geïnteresseerd zijn, is wie gebruikt nou eigenlijk wat? Dus je hebt bedrijven en je hebt huishoudens. Zoals net al werd gezegd, huishoudens die zijn over het algemeen een heel groot aandeel. Ik weet niet wat ze precies zeiden, iets van 80% of zo, wat van de huishoudens vandaan kwam en de rest van bedrijven. Maar je hebt natuurlijk een paar van die bedrijven die in hun eentje al verantwoordelijk zijn voor ongeveer evenveel in het riool als een hele woonwijk of misschien wel een hele gemeente aan inwoners. Dus hier hebben we de Sudoku. Dat je zegt van oké, we hebben voor dat hele grote gebied, hebben zoveel debiet wat langskomt. Wat is van jou? Wat is van jou? Wat is van jou? Dan hebben we nog meer gegevens. Eén voordeel bij het CBS hebben we heel veel gegevens. Basisregistratie van adressen en gebouwen. Die geeft gewoon aan, overal in Nederland, waar staat elk gebouw? Wat is de oppervlakte van het gebouw? Je hebt ook de functie ervan, van het gebouw. Er zit een hele grove indicatie van wat voor soort bedrijf erin zit. Die is voor ons niet zo relevant, want daar hebben we nog meer gegevens over. De tweede hebben we het ABR. Dat is het register voor bedrijven. Het algemene bedrijvenregister. En daar staat voor elk bedrijf in Nederland in wat voor soort bedrijf het is. En nog belangrijker, wat voor specifieke dingen eigenlijk gemaakt worden. We hebben een standaard bedrijfsindeling gemaakt bij het CBS. Die gaat van hele hoge klassen. Als in, je hebt het over landbouw. Of over dienstensector. Tot heel specifiek welk soort schroefje maak je. Dat gaat heel specifiek. Een vraag.
Zijn die categorieën die jullie gebruiken, worden die ook gebruikt door de belastingkantoren om de heffing op te leggen? Zijn dat dezelfde categorieën? Of weet je dat niet? Dat weet ik niet. Dat is een goede vraag, maar ik zou niet weten. Hij is wel echt door het CBS ontwikkeld. Dus als anderen er gebruik van maken, dan je kan online kan je de codes bekijken. Dus ik kan me voorstellen dat dat soms gebruikt wordt. Maar voor heffingen, ik heb geen idee. Okay. Dus deze gegevens hebben we. En daarnaast, dat is een vrij belangrijke basisregistratie personen. Daar staan gegevens in over ons allemaal. Wie we zijn, waar we wonen, met wie we samenwonen, in welk land we zijn geboren. We hebben nog wat extra koppelingen eraan gemaakt, zodat je bijvoorbeeld zelfs kan zien of je wel of geen brommer hebt. Niet dat het heel relevant is voor water, maar er zit heel veel in over alle verschillende mensen. En al deze gegevens, die hebben we onder andere ook gebruikt om de drinkwaterstatistieken te maken, wat net in het vorige praatje werd genoemd. Dus daarmee kan je zien van nou, mensen met bepaalde achtergrond gebruiken zoveel water per dag, 129 liter bijvoorbeeld. Dat is het totaalplaatje, maar dat verschilt per regio, verschilt per persoon en dergelijke. Daar hebben we dit voor. Nou ja, dan krijgen we één grote puzzel om alles aan elkaar te knopen. En als je het aan elkaar gaat knopen, dan gaan er altijd wel dingen waar het geen perfecte match is. Maar uiteindelijk, we zijn nog niet bezig om die Michelangelo te maken. Eerst maar een globaal figuur van een persoon. Dus een zo snel mogelijke stap waarmee we een 80%, 90%, misschien wel 95% koppeling hebben, is goed genoeg voor het begin. En dan kan je plaatjes gaan maken. Dit is een hele snelle plot van Amstelveen, waar welk bedrijf zit. En dan kan je aanklikken van oké, het is deze of deze. Waar zitten die? Dan kan je clusteringen krijgen. Dit is alleen nog maar een verkenning. Hier heb je andere. Maakt verder niet zo heel veel uit. Maar uiteindelijk voor als je je rioleringen aan wil leggen, nieuwe rioleringen, is het handig om te weten van welk soort clusterbedrijven heb je waar zitten. En met name, welk aandeel water komt daar uiteindelijk dan vandaan? Dan hebben we weer formules. De formule is eigenlijk bijna hetzelfde. Alleen in dit geval hebben we dus personen en bedrijven. Die hebben allemaal hun eigen aandeel. Voor bedrijven hebben we het uiteindelijk nog opgesplitst naar iets kleinere categorieën. Dus dat je voor de landbouw hebt, voor de winning in delfstoffen, noem maar op. En wat ga je dan doen? Want er zijn heel veel dingen die we niet weten. Eigenlijk alles is onzeker. Dus er zijn speciale manieren voor om dat uit te rekenen, waarmee je vanuit gaat dat alles onzeker is. En alle kennis die je over die onzekerheid hebt, die wil je meenemen. Voor een normaal persoon hebben we nu gemeten met de vragenlijst dat hij gemiddeld 129 liter water gebruikt. Alleen, soms is het iets meer, soms is het iets minder. Dus als je die verdeling mee kan nemen, dan kan je die onzekerheid uiteindelijk ook meenemen in die puzzel met die Sudoku. Waarvan je zegt van nou, misschien niet dit aandeel is daarvan, maar ergens tussen hier en hier. Dus dat is een vrij ingewikkelde puzzel en ik ben blij dat er computers zijn die dat voor ons kunnen doen. Want uit het hoofd is dat bijna niet te doen. Voor bedrijven, helemaal in het begin, hebben we nog eigenlijk geen aannames gebruikt. Anders dan dat we zeggen van nou, er is minimaal 0 liter water wat er doorheen komt. Negatief, dat willen we liever niet zien. Ik weet niet of ze het riool leeg kunnen trekken, maar daar gaan we dan maar niet van uit. En maximaal, volgens mij was het 1 miljoen kuub per dag hebben we het opgezet. We verwachten dat we redelijk goed die bandbreedte te pakken hebben waar alles dan tussen valt in dit geval. Dit noemen we priors. En priors geeft eigenlijk niets meer of minder aan dan dat we zeggen van nou, we zoeken naar een of andere verdeling, de onzekerheid. En we hebben de bandbreedte te pakken. En we kunnen ook nog een schatting geven van waar het in het midden zit en dergelijke. En dat is gewoon puur dat de computer weet in welke richting moet je gaan zoeken. Op de achtergrond zitten Monte Carlo dingen in, Markov chain, daar ga ik je niet mee lastigvallen. Maar het eerste wat er dan uitkomt, is iets waarvan je ja, eigenlijk nog niet heel veel van kan zeggen als je heel eerlijk bent. Maar tegelijkertijd ook weer wel. Je krijgt er cijfertjes uit, waarvan, even kijken, kan ik hier dingen bewegen? Ja, hier hebben we 124 staan, of 0,424, oftewel 124 liter of 0,124 kuub.
per dag per persoon. Een andere die daar een beetje uitkomt zien we hier. Dat zijn gewoon kleine kantoortjes. Die zitten op redelijk vergelijkbaar iets van wat je bij normale personen ziet. Als je dan een binding van delfstoffen krijgt, is dat enorm veel meer. Maar wat opvalt is dat de standaardafwijking, oftewel de onzekerheid die je hebt, is bijna net zo groot als de schatting die we zelf gemaakt hebben. Dat komt omdat we eigenlijk alleen nog maar zeggen, het zit ergens tussen hier en hier. Dus het is niet zo gek. Maar nu, we hebben van begin tot einde het snel kort doorlopen. Nu is het tijd om het fijne hamertje te pakken en te beginnen om te kijken van kunnen wij die standaardafwijking een stuk kleiner maken? Kunnen wij die schattingen beter maken? Kunnen wij dus een beter beeld krijgen van hoeveel wordt er nou gebruikt? En misschien nog wel interessanter, kunnen we uiteindelijk zorgen dat we het niet op het hoogste niveau hebben, maar ook op het detailniveau. Dat we dus eigenlijk weten van elk bedrijf in Nederland wat dan ongeveer het watergebruik is per dag, of per week, per maand. Dat maakt verder niet zo heel veel uit. Uiteindelijk kan je dus statistiekjes gaan maken. Deze zijn nog gedaan op basis van de waterrekeningen. Dat is een proces dat over het algemeen 1,5 jaar duurt voordat je alle cijfers binnen hebt. Omdat een deel is ook afhankelijk van vragenlijsten. En zo kan je nog een ander statistiekje maken. Maar uiteindelijk willen we dat dus real-time proberen te doen. En ook heel fijnmazig. En daarom zijn we nu halverwege het project. En is het tijd om het accurater te maken. Dus hoe kunnen we het accurater maken? Nou, de eerste stap is om niet alleen naar Noord-Holland te kijken. Naar een groter gebied kijken. Omdat je dan meer kleine gebiedjes met elkaar kan vergelijken. En als het ene gebiedje bijvoorbeeld één bedrijfje meer heeft dan de ander, kan je het vergelijken. En het verschil daarvan is dan waarschijnlijk door dat ene type bedrijf. Dus je wilt zoveel mogelijk kleine gebiedjes hebben die je kan vergelijken, die bemeterd zijn. En dan kom je dan eigenlijk gelijk al op, ik denk 2 slides verder. Ja? Dat je dus eigenlijk van alle waterschappen die we hier hebben, alle gegevens wil hebben. En dat je ook van niet alleen de rioleringsgebieden wil de riool RWZI-gebieden, maar ook de rioleringsgebieden die eronder zitten, wil kijken. De RWZI's zijn er uit mijn hoofd 315. En als je dan naar de rioleringsgebieden zijn, is het ongeveer een factor 10 meer. Dus daar heb je ook al enorm veel winst mee te behalen, waar je je schattingen mee kan verfijnen. Nou, we hebben nu alleen gekeken naar een vraag. Heb ik het goed dat je tot nu toe vooral bezig bent met het verfijnen van de analyse van de huidige aanvoer? Je bedoelt dat ik naar het verleden kijk? Ja, huidige situatie noem ik. Ja, je kijkt eigenlijk naar het verleden volgens mij. Ja. Niet, ja. Als CBS kijken we altijd naar het heden of het verleden. Met de enige uitzondering de bevolkingsprognoses. Dus ook hiermee kijken we naar het verleden. Maar uiteindelijk de modellen die je kan maken, die kunnen uiteindelijk voor bij jullie in de prognoses gestopt worden. Dat je de kentallen die we helemaal in het begin hadden, heb je een beter idee van. Dus dat het bijvoorbeeld niet tussen de 10 en 40 liter per hotelbed is. Maar ik weet niet waar we op uit gaan komen. Nou, als ik daar ook nog op mag reageren, ik werk bij Delfland. En wij hebben ook inderdaad gekeken naar de verschillende bedrijfscategorieën en de SBI-codes. Ja. En nou ja, iets grover dan jullie hier al hebben geanalyseerd hoeveel water er dan per bedrijf wordt gebruikt. Maar wij kijken dan op basis van de economische groei hoeveel bedrijven verwachten we dan per categorie in de toekomst. En gaan dan op basis daarvan een prognose berekenen voor bedrijfsafvalwater. Dus op die manier kijken wij dan naar de toekomst. Dan niet ook nog iets om de meetbedrijven mee te nemen? De meetbedrijven? Waterschappen. Een meetbedrijf, dat zijn de grote bedrijven waar dus die een eigen, die zoveel water of zoveel bijzonder water produceren, dat ze specifiek gemeten worden. Ja. Dus dat zijn echt de uitschieters, de grote of de bijzonderheden zijn dan. Hier halverwege hebben we de grote versus kleine bedrijven staan. We hebben de elektronisch milieujaarverslagen. Dat zijn alle grote bedrijven die moeten bijhouden van hoeveel water ze nou op het riool loodsen. En dat wordt gewoon gemeten. Dus die gaan we dus ook toevoegen.
Omdat dat best wel een groot verschil is. Van als je die in ieder geval weet, dan kan je de rest gaan modelleren. Maar een groot bedrijf hoeft niet per se een meetbedrijf te zijn. Want een groot bedrijf die wel veel waterloos, kan namelijk ook gewoon in een tabel horen dat het een tabelbedrijf is. En die mis je dan. En volgens mij, meestal niet, maar het komt voor. Ik ben heel benieuwd of. Maar dit is wel een verfijning van hoe je verder moet gaan. Ja. Ik ben heel benieuwd of daar. Hoe goed die overlap is met de elektronisch milieujaarverslagen en de. Ik heb het nu groot bedrijf genoemd, maar dat zal ook niet altijd zo zijn. Dus met milieu ga ik er dan vanuit dat ze een bepaalde effect op het milieu hebben. En dat ze daarom moeten ze registreren. Dus het kan ook een relatief klein bedrijf zijn die een wat groter impact heeft op het milieu. Maar daar zijn mijn collega's beter in. Dus daar gaan we de komende maanden naar kijken. Dat was ook mijn vraag over wat is een groot bedrijf en een klein bedrijf. Ik kan een heel groot bedrijf hebben wat niet meer dan 2 toiletten en een koffiemachine heeft. Ja. Een heel klein bedrijf wat continu water gebruikt. Dat wordt daar op de een of andere manier. Ja, dat elektronische milieujaarverslag zal daar iets van zeggen. Maar ja. Dat lijkt me een andere indeling dan. De elektronische milieujaarverslagen die worden gedaan voor. Dat is een verplichting voor sommige bedrijven, maar niet voor alle. Uit mijn hoofd zijn bijvoorbeeld grote kantoorpanden. Die hebben er eigenlijk weinig mee te maken. Dus een ander ding om daar rekening mee te houden is dat we het aantal medewerkers van een bedrijf mee kunnen nemen. En het vloeroppervlak van het bedrijf. Dus op die manier kan je met die andere dingen met rekening houden. En uiteindelijk is elk stukje weer een kleine verfijning. En ik ben heel benieuwd hoe we over een paar maanden staan. Als we een aantal van deze dingen hebben toegepast. En welke open plekjes zijn er nog? Waar kunnen we nog meer een stukje steen weghakken? Ja. Ja, ik ben echt... helemaal enthousiast van de hoeveelheid kennis die jullie verzamelen. Meer dan ik verwacht had. En tegelijkertijd rijst bij mij nu de vraag, CBS, waarom is die hier zo gedetailleerd mee bezig? Komt dat door Mark? Is dat echt een verdienste van de vraagstelling uit de samenleving? Of waar komt die interesse vandaan? Ik denk dat het een mix is. Mark is sowieso een goede aanjager. Het is ook mijn persoonlijke interesse, maar ook voordat ik bij het CBS zat, of in ieder geval voordat ik actief hiermee bezig was, werd al door het CBS de waterrekeningen gemaakt. En dat is eigenlijk het boekhoudplaatje van Nederland, maar dan over de hoeveelheid water. En het gaat over rivieren, het gaat over neerslag, of eigenlijk gewoon hoeveel water komt er Nederland binnen en hoeveel water gaat eruit. En daarnaast, binnen Nederland, hoeveel water gaat er van milieu naar de economie, van de economie naar de economie en van de economie weer naar het milieu. Daar hebben we hele mooie plaatjes van. En dan gaat het dus over onder andere grondwateronttrekkingen. Het gaat over koeling van energiecentrales. Al die dingen. Dus dit is ook wat vanuit Europa ook af en toe een potje geld wordt geschoven. Waarvan het zegt van oké, zoek dat voor de komende 2 jaar maar weer een keertje uit. Maar er is geen continue financiering om dit te doen. Dus... nu hebben ze intern bij ons gezegd van nou, dit vinden wij belangrijk. Laten we maar eens kijken hoe ver we kunnen komen. En hopelijk kunnen we dat uiteindelijk binnen niet al te lange tijd ook gaan borgen. Dat het gewoon echt een statistiek gaat worden. Maar eerst is het kijken, kunnen we er Michelangelo ervan maken natuurlijk. Ja, dus we hebben eigenlijk met Jeldrik en CBS een serieuze beeldhouder, databeeldhouwer, die met ons mee gaat doen. Dus dat is wel super tof. Ja. En volgende week trouwens is er weer een vervolggesprek over de samenwerking en weer meer duurzame samenwerking tussen CBS en onze community met STOA en het waterschapshuis daarachter. En ook Rionet denkt daarin mee. Dus... ja, ik had nog een idee over, of een suggestie over het meetbedrijf en tabelbedrijf. Dat is een waterschapsterm. Hè? Daar zit best wel wat informatie bij de waterschappen over de hoeveelheid afvalwater wat daar geproduceerd wordt in die type bedrijven. Maar wellicht is het belastingbestand, het heffingsbestand van de waterschappen hele goede input ook voor het CBS. Dus daar zie je de aantal VE's per bedrijf en ook per inwoners. Ja. Ik wel, maar het CBS is nogal een instituut die nogal wat vaker wat doet met belastinggetallen. Ze weten zelfs je inkomen. Maar als in, wij krijgen alle gegevens van de Belastingdienst nu al. Ik ga eerst even naar achter, jongens, mijn wijnhand.
Dat mag niet. Je mag niet. Ik had nog één opmerking. We hebben dus als waterschap meetbedrijven. Daar meten we en dan weten we wat ze lozen. En we hebben tabelbedrijven waarvan we dus denken dat we weten wat ze lozen. En ik realiseer me net, wacht even, met deze techniek die je hier hanteert, kun je kijken of onze aannames rondom die tabelbedrijven eigenlijk wel kloppen. Ja. Of het kan helpen om de schattingen wat nauwkeuriger te krijgen. Ja. Oké, dus ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Van het doel was we maken een soort van betere kentallen per sector eigenlijk. Van hoeveel water gebruiken die? Was dat het doel? Het doel was intern om te zeggen van laten we helemaal naar het begin gaan. Het zijn meer slides dan ik dacht. Om deze tabel die rechtsonder staat, om die beter te maken voor heel Nederland. En tegelijkertijd om dus die kentallen die aan de linkerkant staan, om daar ook goede cijfers voor te geven. Ah, ja. Oké, super. Dankjewel. Interessant trouwens. En ik zat nog, wat is nou de. Heb je nog zien nog relaties met wat Jan net vertelt? Want je kan eigenlijk ook nog die kentallen natuurlijk weer spiegelen aan de modellen. Ja, en dan, we hebben het nu gehouden op afvalwater. Ja. Maar dat doet hij ook. Jan doet het precies andersom, eigenlijk. En een volgende stap zou inderdaad zijn om dat mee te nemen in de modellen. Omdat je daarmee dan bijvoorbeeld een sapfabrikant mee kan nemen, die dus best wel veel water inneemt, maar die dan in verpakkingen doet en met de vrachtwagen wegscheept, in plaats van dat het door het riool heen gaat. Landbouw is ook een die heel moeilijk is om goed te meten, omdat ze nog water uit de grond trekken en op het land gooien. Ze maken heel veel gebruik van regenwater. Je zou in theorie zelfs nog kunnen kijken van oké, wat exporteren ze allemaal? Dan kan je terugrekenen, oké, zoveel aardappelen, daar moet zoveel liter water in zijn gegaan. Dan hebben ze zoveel liter water uit de grond getrokken of erop gesproeid of wat dan ook. Met een koe kan je het ook bedenken van nou, die drinkt zoveel water op een dag. Een deel daarvan, zeker met droogte, komt dan misschien uit de kraan. Ik verwacht het eigenlijk niet, maar dat zou kunnen. Die koe drinkt dat, plast dat uit. Dat wordt opgevangen in giertanken of wat dan ook, maar gaat niet naar het riool. Dus ook daar zit een discrepantie. Ja. En ja, dat zijn zeg maar de hele kleine hamertjes waar je de laatste kleine stukjes goed doet, zodat het iris in het oog goed zichtbaar wordt. Maar uiteindelijk is het wel waar je naartoe wil. Ja. Steeds meer verfijnen. Dankjewel. Ik had ook heel even hoor. Nog eigenlijk één vraag dan misschien aan jou en Mark en misschien aan mezelf. Ik vond dat voorbeeld van het drinkwater, dat je dat kan modelleren, supermooi. Ik denk, ja, dit is ook een supermooie ontwikkeling. Is het wat om ze dan op één gebied dus over elkaar heen te leggen? Ja. En kijken van ja, waar zien we dan nog de verschillen? Ja, dat is zeker een hele goeie. Ik was bezig met fase 3, 4 en... Ja, fase 3, 4, misschien wordt dit dan fase 5, 6, geen idee. Een van de dingen die we dus wel zien is juist omdat van huishoudens dat het zo'n grote component is, wil je dat zo goed mogelijk modelleren. We hebben nu één cijfer voor één dag, maar je hebt natuurlijk weekend- en weekeffecten. Je hebt over de dag heen effecten. Dus uiteindelijk wil je wat nauwkeurige gegevens van het debiet hebben, in plaats van per dag wil je het per uur of per 5 minuten of wat dan ook hebben. Juist omdat je dan kan zien, oké, dit patroon is heel kenmerkend voor personen. Die kunnen we eruit filteren, dan is de rest voor bedrijven. En hoe dat dan opgesplitst wordt, daar kunnen we dan daar verder mee aan de slag. Misschien wat proberen. Ja. Het is goed om dat te proberen en ook om een soort van balansberekening te maken. Om ook een beetje gevoel te krijgen over wat is nou belangrijk en wat is nou niet belangrijk. Ja. Hè? De industriële waterverbruik in de drinkwatervoorziening is helemaal niet zo groot. Het is eigenlijk maar heel klein zelfs. En de paar hele grote die er zijn, die zijn ook gewoon bekend. In ieder drinkwaterbedrijf heeft ergens de 10, 20 grootste bedrijven die ze zelf persoonlijk benaderen. Iedere week, iedere maand de watermeter aflezen, dat soort dingen meer. Dat is te overzien, zeg maar. Daar hoef je niet allerlei dingen voor op te tuigen. Zeker niet in een beginfase, ja. Waarin je dat vingerspitsengevoel een goed Nederlands wilt krijgen. Om te zien of het de moeite waard is om zo'n iris erin te hakken. Of dat je ook gewoon een bril ervoor kunt zetten. Ja. Ja, uiteindelijk zou het mooi zijn als we elke liter water in Nederland gewoon real-time kunnen volgen. Dat zou heel mooi zijn.
Nou, als je dat op dat niveau hebt, dan kan je elke vraag over water gaan beantwoorden, doordat je dan het weer aggregeert tot een hoger niveau. Dat is wat we bij het CBS ook heel veel doen. We hebben gegevens. Nou ja, als je weet waar elke liter water is, dan kan je daarna ook een idee krijgen met de modellen van waar is die morgen? Waar is die volgende week? Ja. Ja, ik had ook een vraag. We gaan uit van een kengetal. Ik vroeg me eigenlijk af, is dat een gemiddelde of is dat een extreme situatie? Ik vraag dit omdat als wij een berekening maken voor een DWA, zeggen we van nou, we hebben 10 metingen. Ja. En dan nemen we niet de gemiddelde, maar dan nemen we bijvoorbeeld dan gooi je de 10 eraf en dan pakken we de 9 hoogste. Is dat ook met dat kengetal? En hoe ver is dat rekening gehouden? Nou, waar we uiteindelijk heen gaan, is dat je een verdeling krijgt. Dus wat je helemaal links ziet, is dan een of ander getal. Voor persoon is het dan 124 liter. En we hebben een 90% betrouwbaarheidsinterval in dit geval eromheen gezet. Dus je kan, puur omdat je die marge eromheen hebt, uiteindelijk zelf kiezen van nou, voor mijn modellen wil ik de extreem hoge waarde daarvoor hebben. Of juist degene die ergens in het midden zit of iets anders. Persoonlijk zou ik kiezen om de hele verdeling erin te stoppen. Het is volgens mij typisch iets wat in de werkgroep van onzekerheden juist uitgezocht moet worden. Van welke onzekerheid van een getal neem je nou? En wat is de invloed nou op je getal? En wat voor keuzes maak je daar nou uit? En daarom vond ik het dus wel interessant dat je die T-waarde daar had staan. Nee, naast die T-waarde, hoe die onzekerheid is. Blijkbaar past die aantal personen die het biedt per dag, dat past blijkbaar heel goed, want die is nul. Maar die afwijking van die winning van delfstoffen is heel groot. Nou, als jij daar één bedrijf hebt en dat heeft een heel groot impact op je zuivering. Maar de onzekerheid is ook heel groot. Ja, wat doe je er dan? Wat voor keus maak je dan? Of doe je onzekerheid op onzekerheid op onzekerheid? Een hele belangrijke hierbij is dat je je modellen goed in elkaar zet. Omdat dit nog echt een eerste versie is. Die onzekerheid bij personen is in dit geval heel klein. Omdat we hem zo ingesteld hebben van tevoren. We hebben gewoon gezegd tegen de computer. Het moet heel strak tussen dit en dit zitten. En zoek de rest maar uit. En die aanname is waarschijnlijk niet goed genoeg hiervoor. Omdat je best wel variatie over de dag, over de week, over het jaar hebt. Van wat mensen nou gebruiken. Dus die variatie moet je uiteindelijk in gaan bouwen. En dat is een kwestie van modelleren, nog een keer modelleren, nog een keer modelleren, nog een keer modelleren, wat andere dingen uitproberen. En met name heel veel praten met experts om te kijken van ja, we hebben nu dit gemaakt. Is het logisch? Of zie je wat rare dingen? Dus het model kan wel aangeven, we zitten tegen de grens aan van wat jij hebt aangegeven. Wat al een indicatie is van misschien heeft hij niet de beste oplossing gevonden. Maar uiteindelijk, is het een hele puzzel en heel veel logisch nadenken ook. Voor de kijkers thuis, Ron van der Veen, Scheldestromen. Allereerst, wij zijn ook erg enthousiast over dit initiatief, eerst gezegd. En even inhakend op forecasting tegenover nowcasting. In ons gebied, bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen, zie je een krimpende bevolking. Een sterke groei in de recreatie. En bijvoorbeeld andere sectoren die redelijk constant blijven. Dus dan is het zeer interessant om te weten welke bedrijfssector wat doet. Want recreatie zijn ook bedrijven. Dus daar, en ik zag, en misschien komt dat zo nog terug, dus dan wacht ik geduldig. Maar ik zag ook verfijning bij tijdreekse seizoenspatronen. Dus als dat nog voorbij komt, dan geef ik hem graag weer door de microfoon. Ja, daar stond hij. Ik wil nog even over die vorige vraag over die modellering. Je gaf aan, ik denk dat je in de modellering rekening moet houden. Want we moeten een zuivering, we moeten prognostiseren van hoeveel water gaat naar de zuivering toe. En ga je dan uit van een gemiddelde afvoer, of ga je dan ook van een extreme aanvoer. En in hoe extreem, vanuit welke extreme situatie ga je dan uit? En dat is, ik denk dat het iets is wat je in het model aan moet stappen. Ja, ik denk dat daar een verschil is tussen voorspellingen maken. En wat wij aan het doen zijn, want wij kijken terug naar het verleden.
waar het gewoon gemeten is. Van deze dag was het op deze manier. Deze dag was het zoveel. Deze dag was het zoveel. Ja, maar op basis daarvan ga je dus een kentgetal produceren. Ja, op basis van het verleden krijg je die cijfers eruit. Alleen als je voor de toekomst wil kijken, dan moet je naar bijvoorbeeld extreme waardetheorie kijken. En daarmee ga je er eigenlijk van uit, van de meest extreme gebeurtenis, die hebben we gewoon nog niet gezien. Dat zie je bij golfhoogtes, dat zie je bij weerstemperatuur, dat zie je bij van alles en nog wat. Ik ben daar geen expert op, absoluut niet. Want ik hou me bezig met wat er al gebeurd is, niet wat er in de toekomst kan gaan gebeuren. Maar dat is wel iets waar ik naartoe zou gaan kijken om voor voorspellingen. Maar ik denk dat er hier in de zaal meer mensen in zitten met expertise over voorspellingen. Die veel betere dingen kunnen doen dan ik. En daar zit er volgens mij eentje. Dat is de meerwaarde van het stochastisch modelleren. Is dat je in feite een hele reeks van patronen maakt. Waarin die ene extreem wel zit die je nog niet kent. Ja. En ja, door daar kennis van te nemen kan je dat ene extreem zien. En je kunt vervolgens, is het ontwerpen, is een besluit. Hè? Ga ik naar het 90% percentiel, ga ik naar het 95%, het 97%, het 98%. Met zo'n modellering kan je kwantificeren wat dat betekent. En dat zijn enge beslissingen, want ik moet als bestuurder moet ik gaan besluiten. In 2% van de gevallen ga ik het niet redden. En dat kan morgen zijn. Ja, en dat is natuurlijk een hele enge beslissing die bijna niemand wil nemen. Maar waar je dus met behulp van deze technieken, maak je het wel heel duidelijk. Een bestuurder neemt natuurlijk het liefste beslissing op van nee, dit is 100% geregeld. Dit hebben we nog nooit meegemaakt, gaan we 10% boven zitten. Dat is altijd goed. Die 10% echt over 1976, zeg maar. Ja, en dat is natuurlijk altijd een probleem. Ja, dan, als je dat op die manier gaat ontwerpen, dan betekent dus dat je dijken hebt van 100 meter hoog. Ja. Ja. Jij hebt hier ook fase 3 en 4 met een aantal onderdelen van het schatten. Ja. Met eigenlijk go or no go. Hè? Zit hier dan de bestuurder of zit hij bij jou in de... Nou, de go or no go, die was maandag. En het is geen no go, dus we gaan weer verder. Ja, want jij hebt dit intern binnen CBS in de directie. Of, ja, we gaan efficiënt om met presentaties. Dus dit is gewoon exact dezelfde presentatie als maandag. Ja. Super. Alleen de vragen zijn anders dit keer. Ja, ja. Ja, de business case kwam hier nog niet direct als eerste. Ah. Mooi. Was jij... Ja, eigenlijk hebben we het meeste wel verteld hiervan. Wat zeker voor ons dus inderdaad belangrijk is, is dat we zo goed mogelijke inputdata hebben van heel Nederland. Dus dat is iets waar, ja, we zijn al heel blij dat er 19 van de 21 waterschappen in Z-Info zitten en de gegevens delen. We zijn ook blij dat we met de uitvraag met alle kaarten, dat we heel ver zijn. Maar het kan natuurlijk altijd beter. En dat is zeg maar een continu proces. Ook met die koppeling van de WWB-data, neerslagdata. Dan is het meer een hele praktische vraag van hoe gaan we regelen dat we die in onze modellen kunnen stoppen bijvoorbeeld. En daarnaast van ja, ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd van de vraag die kwam eigenlijk al een beetje naar voren. Stel je hebt dit en we kunnen het per maand maken, in theorie kan je het ook per week maken. Wat kan je er nou mee? Wat is nou echt de grote meerwaarde hiervan? Kijk, wij kunnen laten zien van zoveel water komt in Nederland binnen, hier wordt het voor gebruikt en zoveel gaat het naar buiten. Daar is kennelijk behoefte naar, ook op Europees niveau. Maar ik kan me voorstellen dat daar nog wel meer vraag naar is. En dat je het voor andere dingen kan gebruiken waar wij niet over na hebben gedacht. Dus dat is dan ook een vraag aan jullie. Scherper te maken, ik denk dat de COP-kerngroep die vraag van het WIWB wel moet beantwoorden. Want wat je nu ziet gebeuren is dat we een discrepantie in Rio Vreemd Water Tool hebben... die zelf een berekening maakt aan de hand van KNMI-stations. Nou, het CBS doet het ook een keer, maar we hebben als waterschappen met elkaar gewoon een mooi platform waar je de data beschikbaar hebt. Hè? Dus, ja. Dat is een grote verbetering. Dus wie voelt zich aangesproken van het kernteam? Weet je, het bestaat al. We hebben dit al gerealiseerd. Ja, maar waarom zijn dit nog niet gevraagd? Omdat we het nog niet gevraagd hebben, denk ik. Nou, dat is heel simpel. Ik werk voor 21 waterschappen. En voor waterschappen hebben we een aansluitingen en ook gesprekken met KNMI.
Want ik hoor jullie heel toch wel in details en mooie modellen. Ik miste zelf het grondwater, maar ook de KNMI die echt niet zijn data nauwkeurig aan ons verstrekt. Ik heb heel veel gedoe gehad met het KNMI, maar wij hebben een service voor alle meteorologische data. Dus Maarten vroeg mij net ook, kun jij nog even nog wat toelichten over hoe moeten we rekening houden met IT? Bij het waterschapshuis doen we het hele primaire proces van de waterschappen ondersteunen op het gebied van IT en informatie. Dus niet het primaire proces, maar ik zou zeker zeggen ook vanuit de waterketen, kom even bij die andere twee programma's buurten, want daar loopt meer dan ja. Dat ik hier vandaag heb gehoord. Er is al zo heel veel. Ja. Dat is ook precies waarom wij gewoon een hele simpele versie hebben gemaakt. Waarvan we denken van oké, dan hebben we iets om mee te rekenen. En daarna maken we gebruik van al het werk wat allemaal andere mensen al veel beter hebben gedaan. HD, OOM, HD staat voor ontsluiten, opslaan en ontsluiten, meteorologische en hydrologische data. Waarvan akten? Goed, maar de oproep is duidelijk. We gaan die koppeling eigenlijk voor elkaar gaan krijgen. Emiel, Jeldrik vroeg, waar gaan jullie dit voor gebruiken? Ik had er nou zoveel vragen aan hem. Nou ja, ik denk dat dit heel goed te gebruiken is inderdaad voor onze prognoses, maar ook inderdaad voor onze heffingdata en zo. Dus dat is heel interessant om die bedrijven ook veel beter in de vingers te krijgen. Mijn vraag aan jou was, die rioleringsgebieden, die shapes, hoe wil je daaraan komen? Want wij hebben zelf als Vlaam Veluwe die shapes recent heel nauwkeurig proberen te bepalen van de rioleringsgebieden. Dat doen we eigenlijk al samen met het waterschapshuis. Dus oké, maar dat is van de zuiverstichting, maar dat is nog niet van de rioleringsgebieden. De rioleringsgebieden, die uitvraag loopt volgens mij ook. Oké. Mark, jij weet het beter toch? De rioleringsgebieden, de uitvraag daarvoor met de shapefiles? Ja. In orde. Nee, zegt ze, maar we hebben het van Nederland. Nou, dan heb je werk te doen. Op zich, het hoeft nog niet perfect te zijn, hè? Dat is ook het hele verhaal wat we hier aan het vertellen zijn. Verantwoordelijk, dus succes. Goed. Volgens mij veel enthousiasme, Wijnand. Heel blij dat je die vraag stelt over die rielingsgebieden. Ik denk volgens mij, we hebben er een stuk of 800 in ons gebied. Per rioleringsgebiedje heb ik van de afgelopen 5 jaar de WWB-gegevens. Die met een of ander Python-scriptje netjes verwoord wordt. Die WWB-data is gratis. Scriptje mag je ook krijgen als je wil. Dus dan heb je gewoon neerslagdata per rioleringsgebiedje. En dat zou je ook Nederland breed kunnen organiseren. Ja, perfect. Dus dat lijkt me niet zo ingewikkeld. Ik denk dat aanleveren van die shapes. Ja, mijn collega trekt ze dan zo van, nou, dit is ongeveer het gebied. Als je daar de rioleringsgegevens onder hangt, dan zag ik vandaag, oh, daar zit nog net niet helemaal lekker. Maar het is wel goed om die stap te maken als je naar meer gedetailleerde analyse per rioleringsgebiedje wil. Dus ik zou wel per rioleringsgebied, nu hebben we die zuiveringskringen en dan hebben we daar de kenmerken van. Ja, dat zegt mij nog niet zoveel. Ik zou het graag per rioleringsgebied kunnen vergelijken met wat zegt die gemeente nou dat er in dat rioleringsgebied zit en wat denken we dan zelf, zeg maar op basis van deze getallen. En dat dan ook weer kunnen vergelijken met mijn metingen. En dan uiteindelijk zit er nog een discrepantievraag achter natuurlijk. Van zit er een verschil tussen mijn metingen en mijn theoretische berekening? Ja. Dat is. Ja. Maar dan worden in ieder geval de verschillen van zo teruggebracht naar zo. Ja, ja. Hopelijk. Hopelijk, ja. Oom. Ja, ik heb eigenlijk 2 dingen. Eentje, volgens mij die rioleringsgebieden. Even terug naar vanmorgen. Zou je toch moeten ophalen bij de gemeentes. Want zolang je ze bij de waterschappen uithaalt. Ben ik niet te verstaan? Ja, daar kan ik niks aan. De rioleringsgebieden komen natuurlijk van de gemeentes vandaan. Als je die, nee, die komen in GWSW. En als die bij de waterschappen vandaan haalt, en dat ze ook, hè, dan heb je altijd dubbelingen, want we hebben altijd, ja, Mark zegt van niet, maar ik zeg van wel. Dus dat was 1, maar daar is dus verschil van mening over. Ik denk dat waar wij
het in de werkgroep onzekerheden goed voor kunnen gebruiken is niet zo heel gedetailleerd, maar in een zekere mate verfijnen van de kentallen, waardoor je invloeden van bepaald gedrag in je prognoses kan veranderingen in je prognoses, het effect op de zuivering kan bepalen. De werkgroep onzekerheden van daar zou dit heel bruikbaar voor zijn. Ja, op een andere manier kan je er ook over nadenken dat als er een bepaalde crisis is of zo, dan kan het misschien juist heel relevant zijn om het heel specifiek te hebben. Maar dan wil je gewoon weten, wat is nu het geval? Als je kijkt naar de coronacrisis, als je dan metingen doet naar hoeveel virusdeeltjes erin zitten, dan wil je het gewoon eigenlijk real-time weten. Zodat je een beeld hebt van hoe ontwikkelt zo'n pandemie zich. Nou, daar hebben we dus ook aan meegeholpen. Ja. Hey, ik hoop dat dat nooit meer een vraag wordt eigenlijk. Een belangrijke taak om te kijken wat er gebeurt bij niet alleen het gebied van virussen en dergelijke, maar ook drugs zijn letterlijk een spiegel van de samenleving. Ik vind het heel fijn dat je weet waar je vandaan komt. Maar juist, Ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik werk dus nu 14 jaar in deze sector, ben verantwoordelijk voor prognoses. En de vraag, waar ligt de grens van het rioolbemalingsgebied, die is in al die 14 jaar nog nooit beantwoord. En er wordt zo gepingpongd, inderdaad, de verantwoordelijkheid ligt bij de gemeentes. En als ik die vraag, dan zeggen ze, hier heb je BRP. En als je BRP, nou, dat is niet gedetailleerd, noem maar op. Dus ik loop al 14 jaar rond met deze vraag. En ik ben ook actief op zoek naar een antwoord. Daarom heb ik me even vrij lang stilgehouden om te kijken van, kan het geautomatiseerd bepaald worden? Ik zie een paar halve ja's. Rijnland is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een dataportaal met bedoelingen om goede prognoses te maken. En de vraag ligt voor, vanuit het dataportaal kunnen we eventueel een module doen waarbij je vanuit de rioolstrengen, GWSW, proef, kan kijken naar de verdeling van de gebieden, ook in combinatie met de pompen. Maar die vraag ligt open, die is nog niet ingevuld, daar wordt dus naar gezocht. En dan kom je ook op een iteratieslag waarbij je natuurlijk een first draft kunt maken op basis van een protocolletje. Misschien is dat protocol er al, begrijp ik een beetje. En dan de iteratieslag is, gemeente, klopt dit? Klopt deze grens? Want het kan best zijn dat de ene woning toch net even aan de andere kant is aangesloten. En ja, dan zit je echt bijna op perfectie. Dus ja, ik verwacht hier veel van binnen het komende jaar om die slag gemaakt te hebben. En ik ben heel benieuwd wat eventueel daarvoor nog kunnen gebruiken. Dus daar gaan we zo meteen wel even op borrelen. Dankjewel. Laatste opmerking. Ja, ik vond een hele goede presentatie. Ik heb daar eigenlijk geen vraag over. Maar het ging een aantal keer over de heffingen en over de meetbedrijven en de tabelbedrijven. En ik had het idee dat daar nog wat onduidelijkheid over was. Ik wil daar nog even iets over zeggen. Heel kort door de bocht, wat een belastingskantoor doet, dat kijkt naar de SBI-codering en die kijkt, komt dat voor in de tabel? Komt het niet voor in de tabel, is het een forfaitbedrijf en gaat het dus met 1 of 3 VE? Komt het wel voor in de tabel, dan komt daar een coëfficiënt uit, die wordt vermenigvuldigd met het ingenomen water en dan kom je zo op je VE's en die worden dan opgelegd. Wat een meetbedrijf is, is vaak een bedrijf waar het ingenomen water niet 1-op-1 overeenkomt met het geloosde water. Dat zijn vaak bedrijven die hebben bijvoorbeeld een eigen zuivering. Dus die halen een deel van het afvalwater er al uit. Dus als het oude coëfficiënt uit de tabel zou worden gebruikt, dan worden ze te zwaar aangeslagen. Die worden dan, alles wordt dan gemeten en die krijgen aan de hand van wat er gemeten is, krijgen ze de aanslag. Ik hoop dat dat een beetje dingen opheldert voor mensen. Definities zijn belangrijk, absoluut. Ja. Volgens mij veel enthousiasme. En kijken we uit naar de fase 3 en 4 met veel potentie om hiermee verder te gaan en een aantal koppelingen te gaan leggen. Nee, die hadden een go gekregen.
Nee, een hele duidelijke het go. Het woord niet kennen mensen niet. Nee. Ze hadden een go gekregen. We gaan door. Dus dit wordt een vervolg. Dankjewel, Jeldrik, voor deze mooie inkijk. Dus naast een mooi vervolg van dit project komt er ook een vervolg waarschijnlijk van die structurele samenwerking CBS en deze afvalwaterprognose